Dit is mijn volgestouwde trolley. Kijk eens wat erin zit. Ik ga het nu even laten zien. Van de rokken, hè? Zaten deze koekjes in. Nu gaan we naar het volgende. Heb ik ook nog gekocht. Frozen ijs. Met een hele nieuwe smaak. Vlugel. Deze had ik verleden jaar ook al gekocht. Maar deze nieuwe smaak, die vond ik zo lekker. Dus ik denk, die neem ik er ook weer bij. En dit kostte 10 euro. En dan gaan we over naar het volgende wat ik gekocht had. En toen heb ik ook nog dit gekocht. Enzof, chocolaatjes. Die heb ik geproefd en die vond ik nogal aardig lekker. Dan gaan we nu over naar het volgende productje. Lekker veel cookies, zoals die. Die. En die. En die mocht je zelf uitzoeken. En deze kreeg je er 2 gratis bij. Dus het wordt weer smullen. En dan gaan we over weer naar het volgende product wat ik gekocht heb. En er stond er ook een stand van gewoon. Die je gewoon in de supermarkt kan kopen. Heb ik soep voor gekocht. Met balletjes. Hollandse tomaten. Nou, omdat ik elke ochtend cornflakes eet, vond ik dit ook wel lekker. En voor crackertjes voor gewoon. 'S morgens lekker. Voor gewoon. En nu weer naar het volgende product wat ik gekocht had. En dat zijn Michel. Peertjes, 4 stuks. En die waren 1 euro. Vorig jaar hadden ze ook appeltjes. Maar nu hebben we lekker peertjes. Lekker voor op het werk. Gaan we nu over naar het volgende product. Van de foldertjes. Dat heb ik ook gekregen. Dit, ze waren het niet zo gul met weggeven. Gratis producten. Wel heb ik 2 van deze gehad. Van Ariel Stand. Een dingetje van Olof en Laas. Gehakt kruiden. 2 van die zakjes met smoothie waar ook sommige mensen helemaal liepen te graaien voor meer. Nou, deze kreeg ik ook gratis bij. Die heb ik gekocht. Dat is ook geschikt voor de airfryer. Dat is cake. Daar doe je alleen maar melk bij. Even roeren. En in de airfryer of oven. En het is klaar. Dan hadden ze ook iets nieuws binnenkort te koop bij Kruidvat. Nieuw wc-borsteltjes, of borsteltjes die je in de wc kunt hangen. Het is een soort pleister. En ze ruiken ontzettend lekker. Het was nieuw op de huizenbeurs. En binnenkort te koop bij, hoe heet het? Deze vond ik nog wel heel lekker. Deze kreeg ik ook gratis van de gewoon stand. En dan heb ik ook nog gekocht Mokko. Oké, deze tas bij. En deze flesjes. 6. En dan mocht je er 10 eruit zoeken. Nou, heb ik deze genomen. Die genomen. En die genomen. En die. Nou, de rest is allemaal volletjes wat ik nog kreeg. Van allemaal producten. En een receptenboekje van 24. Gewoon. Dit was het. Van alle producten die ik gekocht heb. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Tot ziens en tot volgend jaar op de huishoudbeurs.